Kiki, 20 jaar geleden zat ik ook op een bankje. Toen zat ik naast Martin van den Brugge, tennisleraar Berkenrode, zat ik naar Koen, onze zoon, te kijken. En op de achtergrond speelde jij een potje. Op een bepaald moment gaf Martin aan dat jij ook bepaalde klachten had. En samen keken we naar jou, keken we naar je spel. En dan klapte je zo die romp als klein meisje, toenertijd nog. Klapte je echt volle bak die ballen naar de overkant. Maar dat gaf natuurlijk voor die rug, toenertijd, een grote belasting. Ja. En Martin vroeg toen van, joh, je bent toch fysiotherapeut, kan je niet eens een keer kijken? En volgens mij is dat het begin geweest van 20 jaar. Ja, ik kan me dat helemaal niet herinneren. Alleen nog wel dat ik natuurlijk als jong meisje al wel bij jou in de praktijk kwam. Ja. En juist, ik weet wel natuurlijk nog met mijn rug. En dat ik dan inderdaad, dat jij mijn bovenrug nog een keer helemaal had ingetaped ook. Zodat ik beter rechtop ging lopen. Dat het natuurlijk ook weer daar vandaan kwam wel. Dat ik steeds krommer ging lopen. Het begon met observatie. En toen inderdaad dat Martin met jou gekomen is naar de praktijk. En zo zijn we natuurlijk in de loop der jaren tegen allerlei dingen aangebotst. Ja. Want dat fysieke geweld van tennis, dat deed wel wat met je lichaam. Ja, ik heb het vaak nodig gehad.